Hoi, ik ga je een verhaal vertellen over de kikkerprins. In een parkje zit een mevrouw. Zij vertelt aan de kinderen die bij haar zitten het verhaal van de kikkerkoning. Als je dat verhaal niet kent, moet je maar even een sprookjesboek opzoeken waar het in staat. Als het verhaal afgelopen is, gaan ze weer naar huis, het park uit. Er is er echter nog één achtergebleven die nog steeds nadenkt over dit verhaal. Het is een kikker. Hij denkt, wauw, kikkerkoning, dat wil ik ook worden. Maar ja, dan moet er wel een prinses zijn die hem een kus komt geven. Elke dag kijkt de kikker goed rond als er mensen in het park komen. Zou zijn prinses erbij zijn? Er komen genoeg mensen langs, maar een prinses zit er niet bij. Het duurt maar en het duurt maar. De kikker wordt er moedeloos van. Zouden er misschien geen prinsessen meer bestaan? Dat zou toch wat zijn? Dan op een dag zit er een verliefd paartje in het park. De jongen noemt het meisje mijn prinses. De kikker weet niet wat hij hoort. Daar is eindelijk zijn prinses. Nu moet hij nog zorgen dat zij hem een kus geeft. De kikker doet zijn uiterste best om haar aandacht te trekken. Maar zij is een en al aandacht voor die knul die naast haar zit. Zelfs als hij vlak voor haar zit, lijkt ze hem nog helemaal niet te zien. In een uiterste poging een kus te bemachtigen, springt hij bij haar op schoot. Ze schrikt ervan. Ze geeft een gil. En vriendlief pakt de kikkerbeet en smijt hem terug in de vijver. Nou, mooie prinses, denkt de kikker als hij daar weer in de vijver ligt. Het paardje gaat er ook nog vandoor ook. Arme kikker, het is mislukt. Nu zal hij nooit weten of hij eigenlijk stiekem misschien wel een prins is. Dus als jij een keer bij die vijver bent en je ziet daar zo'n zielige kikker alleen zitten en je bent een prinses, geef je hem dan een kusje? Jippie!